Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Nick en wij spelen wederom Kirby en de Vergeten Wereld. Vorige keer hebben wij... naar de isolatie-eilanden in de baai gegaan. En dat was niet bepaald een... hoe moet ik het zeggen? Dat ging niet bepaald van het leien dakje af, laat ik zo zeggen. ik schaam me nog steeds even voor. Maar voordat we daar weer terug gaan naar de isolatie-eilanden... Alphillen heeft hier ook wat te zeggen. Wauw, ze hebben een straatpodium gebouwd. Zo te zien heet die band de Diddly-Dees. Oké. Laten we even luisteren. Misschien doen ze verzoekjes als we stermunten in de gitaarkoffer gooien. Ja, dit is eigenlijk meer de soundtest als het ware. Je kunt hier tracks kiezen op deze. En dan bijvoorbeeld deze. Dan gaan ze dat ook afspelen. Natuurvlakte. Door de tunnel. En zo kun je... Ja. Wacht even. Als ik deze aanzet. Gaan ze dan... Ja, hier heb je dus eigenlijk, hoe moet ik zeggen, je kunt eigenlijk hier alle nummers. Eeuwig blauw bij. Ja, een heleboel nummers. Het maximum aantal op dit moment is... Waar zit de laatste? Oh, daar zit de laatste. 50. Tuurlijk, verslagen is nog net de laatste. Oh, dat doet me terug aan denken. Maar, hier heb je een doos staan. Als wij daar 1000 stermunten in werpen. En je moet dat telkens... Ah, je kunt ook A ingedrukt houden. Je hoeft het dus niet te klikken. In ieder geval. Oké. Met deze 1000 stermunten geven wij dit podium een upgrade. Zoals je ziet, ziet het er ook een beetje anders uit. Een steviger podium. En daarmee zijn dus ook nieuwe liedjes beschikbaar. Zoals je kunt zien, de teller staat niet meer op 50 of op 1, maar op 51. En met 51 hebben we dus weer... Eigenlijk nu van de tweede helft van het, als we naar de Vergeten Wereld gingen. En de maximale teller gaat op dit moment naar 78. Dit is eigenlijk best wel een gaaf nummer. Niet zo naar luister. Ja, maar dit is dus eigenlijk vroeger de soundcheck. En je kunt hiermee dus ook naar de nummers luisteren die... waarmee je beginnen. En als je het dus laat staan, dan hoor je dat door Waddledee-dorp ook heen, waar je heen gaat. Dat blijft dan ook als achtergrondnummer staan. Ja, is best wel geinig. Maar nu is het weer tijd om door te gaan naar de volgende. En kijken hoe slecht ik het er nu vanaf breng. Pretpark is dit keer het doel.
De Vergeto Pretpark. Nu gaan we dus naar het Wondaria Pretpark. Waar wij 51 fragmenten van Leon Siel moeten vinden. En hier is de layout gemengd met het paars en het wordt een beetje rood, roze-achtig. Kom op. En ook hier wederom goed doorzoeken. Het geluk is wel dat dit keer de zielfragmenten niet verloren kunnen gaan. Je zult wel het nodige geraakt worden. Maar het is, als je terug uitgaat, kun je ze altijd nog vinden als Elfille niks zegt. Tegenover van... Oeh, geluk. Tegenover van wat er gebeurde met... Auw. In de baai. Want daar, toen dat in de draaikolk belandde en serieus word ik nu alweer zo vaak geraakt. Oh, niet vergeten, deze was ik ooit een keer. Auw! Ooit een keer vergeten. En dat was vrij lang zoeken voordat ik die gevonden had. Maar in ieder geval, ik kon hem vinden. Tegenover van wat de baai mij aandoet. Waarbij als het op een gegeven moment verloren gaat, gaat het ook daadwerkelijk verloren. Woe. En dit is nog maar de opening van het pretpark. En oh, ik heb alweer zoveel pijn gedaan. Ik weet niet of je nu ook meer geraakt wordt omdat ik een lager niveau power-up eigenlijk bij me heb. Want of ik dan meer schade oploop? Volgens mij niet. Het is gewoon veel minder kracht dat je hebt. Maar het zou niet moeten bepalen hoeveel schade je oploopt. Al lijkt het er wel zo op. Oh, oh. Hoe kom ik daar boven? Want daar zit namelijk 3 fragmenten. En als ik daar door de deur ga, ja dan... Oh, dit is welkom. Ah, als je goed kijkt, zie je op de top van deze toren een... Eigenlijk een twinkel. Oh, nee. Oh, dat was bijna raak. Maar dit opent ook de doorgang. En we hebben alles, gelukkig. Gelukkig. Ik heb er 12 van de 51. Vraag, pak ik bom? Nee. Leuk hoe die bommen werken, maar ik kan er vrij moeilijk mee omgaan, eerlijk te zijn. Ik had liever nog... Oeh, sinds wanneer doe jij? Sneeuwpoppen gooien in plaats van sneeuwballen. Ouch. Ah wel, dat is 1. Fase 1, fase 2. Oh, nee, 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 nee. Oh, hé, hey, sinds wanneer doe jij gevaarlijk? Dat heb ik ook wel gemerkt toen ik terug uitging. Die midbazen, die hebben ook wat nieuwe trucjes. En zijn ook een stuk sneller en gevaarlijker geworden. Het zijn niet alleen de eindbazen. Oh, dat gaat nog wat worden als ik... Ah! Nee, 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 niet. Woe!
En verslagen. Oeh. Ja, die midbazen zijn ook wel gevaarlijker. Aan de ene kant, met de Night Zwaard zou nu wel heel erg nuttig zijn geweest. Maar, ik moet nu dit hebben. En zoals je ziet, zitten we daar nu alweer op het einde. Tenminste, dat is alweer het punt van geen terugkeer. Maar we hebben Elphilin nog niet gehoord. Dus dat betekent dat wij hier nog in de buurt van allerlei dingen hebben zitten. De meest zichtbare is dus... waar ga jij heen? Wil jij niet hier ergens te komen? Oké, dan niet. Nee! Oké. Dit is wat lastiger. Ja en ja. Nog eens 3. En daarmee zullen we toch wel alles al gevonden hebben, of niet? Nee. Oh, wacht. Ja, juist ja. Ik moet eventjes hier bovenop. Want als je goed kijkt, rechtsbovenin, zie je dat daar de laatste zielfragment zit. Van dit gebied. Ja, ze zitten hier soms behoorlijk smichtig verstopt. Maar wederom, ze kunnen niet verloren gaan. Ze verdwijnen. Oh, het spookhuis. Oh, dit was altijd zo gaaf iets. Dit was altijd heel erg gaaf, vond ik. En ook, je ziet dat linksbovenin, dat daar zo'n lamp zit waar eigenlijk de gloeilamp uit verdwenen is. En hier zit hij er nog in. En dat is de gloeilamp die we nu op dit moment hebben. Ah! Ik was vergeten. Die gasten komen ook hier. Volgens mij heb ik hier minder zorgen te maken over die spookgordo's. Oh, ja, juist. En meer zorgen maken over... Oeh. Al deze... Er zit hier dadelijk nog eentje die mij wat aan wil doen. Ik weet het gewoon. Ik zie in de verte zie ik die spookgordels wel zitten met... Ik dacht dat het niet was, maar... Hè. Met een zielfragment, maar daar kan ik niet zo direct heen. Daar moet ik wel eventjes goed op... Oh ja, dat was jij hier, hè? Dat is zo gevaarlijk. Daar kan ik niet direct heen. Oh ja, jij. Wederom. Oh, die gasten zijn mij... We wonen mijn doodnacht. Daar zit mijn... Gotcha ball. Oh ja, natuurlijk. En... Nee! Ah! Gemist. Dan moet ik even wachten totdat die weer terug opkomen. En dan kan ik weer opnieuw proberen. Kan ik er overheen springen? Nee, maar was wel net op tijd weg. Waardoor ik natuurlijk niet daar naar boven kan. En ik moet voorzichtig... Oh ja, als ik hier dat ga proberen. Ik moet ze weg zien te lokken.
En dan kan ik hier de zielfragment stelen. Oeh. Volgens mij moet ik altijd mijn zeldzame steen ook nog hebben hier. Oh, nee, 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 nee. Serieus, die gasten brengen me zo aan het schrikken altijd. Oeh, dit is wat Kirby, een van de dingen van Kirby, hoe Kirby eigenlijk zijn moeilijkheidsgraad dit eigenlijk gebruikt. Want je mag dan wel, hoe moet ik zeggen, eigenlijk is Kirby een vrij gemakkelijk spel. Je zult daar nooit met heel veel moeite doorheen gaan. Maar Kirby heeft vooral een vrij gemakkelijke eerste fase. Dat is totdat je bij de eerste credits komt. Maar des te verder je eigenlijk, des te meer dat je van de 100% halen wil doen, des te moeilijker het ook wordt. En het loopt dus langzaam aan op in de moeilijkheidsgraad. En dat merk je ook al bij deze levels. Dit is niet meer eventjes een wandeling in het park waarbij je zomaar even wacht. Kom hier, jullie. Nee! Oké, dat zijn de laatste. En dat vind ik wel ook best prachtig aan moeilijkheid. Het is gewoon langzaamaan dat het oploopt. Des te meer dat je wilt doen in het spel, des te moeilijker het wordt. En ook des te meer dat je wilt behalen, des te meer uitdagender gaat worden. En ook, ik kan hier er doorheen gaan en dan eventueel. Auw! Oké, dan ben jij mijn vervanging nu. Oh, dat is dit. Ik kan daar eroverheen gaan. Maar het is niet de bedoeling dat je over die blokken heen gaat. Gewoon snel genoeg hier eroverheen gaan. Voordat dit de afgrond invalt. Ik zei nog iets van dat deze niet verloren konden gaan. Sorry, maar ik had het mis. Blijkbaar kunnen ze wel verloren gaan, want auw! Nee! En ik heb nog op tijd mijn ijskracht terug kunnen vinden. Ah, hier kan het dan niet verloren gaan, maar het zou pijnlijk zijn geweest als ik daarop had moeten vallen. Ik kan, als ik wil, beetje moeilijk gaan doen. Nou ja, zo moeilijk was het dan ook weer niet. Oeh. Maar jou moet ik wel hebben. Want jij bevat een zielfragment. En hoogstwaarschijnlijk zit hier ook een zielfragment. Want anders dan. En natuurlijk de zeldzame steen. Die moet ik niet vergeten. Die zijn net zo belangrijk als de blauwdrukken. Nou ja, uiteindelijk de zeldzame stenen heb je dadelijk te veel om nog te moeten gebruiken. Maar ja, de meeste zeldzame stenen zul je vanuit de Meta Knight beker halen. En linksboven zit er één. En ik weet rechts komt ook, maar daarvoor moet ik dus waarschijnlijk die 5 sterfragmenten zien te pakken.
Ik denk dat er 3 onder zitten die niet goed in zicht zijn op dit moment. En waarbij ik dus gewoon... Rustig aan moet doen. En dit keer heb ik geen haast, want er is niks om weg te vallen. Al is het denk ik wel handig als ik hier in het ritme van de... auto's ga. En... Woe! Ik heb ze nu allemaal, dus ik kan weer door. Oh, dit gedeelte. Ik kan daarheen gaan, maar juist ja. Hier moet je op een of andere manier door het gevaar heen. Volgens mij had ik een... Oh. Volgens mij moet ik jou hebben of niet. Ja, maar daarom... Kom jij ook terug? Nee, niet. Toch wel die kant. Ik kan daar dan niet door, dus ik moet hier erdoor. Oh, ik had jou ook kunnen hebben. Nee! Ik was een beetje te voorbarig. Ik had eerst. Die in moeten drukken en dan was ik weer niet op tijd. Ik mis wat. Oké, zodra ik hem op tijd alles... Nu lukt het wel, als ik maar wild in, de wilde weg bommen ligt te gooien. Dan gaat het me wel lukken. Oké. Met die gehaald, was dat deze? Nee, ik moest hier wel ergens naar binnen. Ja, want hierachter zit nog eentje. Auw! Ik wil even niet mijn kracht kwijt, want volgens mij heb ik die nog wel nodig ergens. Voor. Jij even aan de kant, want dan kan ik deze goed pakken. Ik heb hem dadelijk ergens van nodig. Ik weet het gewoon. En nu kan ik ook. Auw! Nu kan ik in ieder geval hier doorheen. En daarmee heb ik alle fragmenten van Leon's ziel. Oh. Wie was zat ook weer in het pretpark? Oh. Dat was Claudia. Ik ga nog een pijn in mijn achterwerk zijn, maar... Oeh, ik kan tijdskaboom gebruiken of ik kan... Laat ik in ieder geval mijn leven aanvullen. Kristalprikken niet. En... gigantisch zwaard krijg ik de... of het zwaard krijg ik dadelijk toch. Weet je, Claudia, dat blauw staat jou niet helemaal goed. Auw. Boom. Oké.
ik dacht meer aan kunnen doen dan alleen moet ik even concentreren, maar nu heb ik in ieder geval... Oh, nee. Hoor jij niet in de... Ja, dat dacht ik al. Hoor jij niet eerst messen af te schieten en dat dan aan mij te geven? Ik had toch voor de... Oh ja, je kunt niet dodgen. Je kunt geen verdediging als je iets... Dat bedoel ik juist. Dank u. Oeh. Auw. Nou ja... Ik moet denk ik even wat minder slaan. En meer op de verdediging van de gigantzwaard. Vertrouwen. Want die kan me toch niks aandoen. Werkelijk waar. Dit is een perfecte verdediging. Zolang ik ook maar in de verdediging sta. Oeh. Ik had eigenlijk verwacht dat de tijdkaboom wat meer schade zou aanrichten. En Claudia. Of in ieder geval de fantomen. Blijkbaar niet. En hiermee heb ik ook de laatste zielen van... Leongar veroverd. Deze ging wat sneller. Oh, dit vind ik heel prachtig. Dit vind ik heel erg prachtig. Dit is meer een co-op beeldje, maar het is wel een prachtig beeldje. Met Kirby, Elfillin, Waddle Dee, Bandana Waddle Dee bedoel ik. Bandana Waddle Dee en Elfillin voeren met Kirby een overwinningsdansje uit. Kirby danst de sterren van de hemel, maar zijn zangstem spant de kroon. Laten we de volgende keer met hem meezingen. Woehoe, goed gedaan Kirby. Zangstem? Ik weet dat hij in andere spellen een of andere kracht is, kopieerkracht. Dat heet microfoon. Waarbij hij dus gaat waarbij hij 3 keer mag zingen. En 3 keer is dat een screen nook. 3 keer waarbij eigenlijk alle vijanden op scherm kapot gaan. Net zoals de kaboom als het ware. Dat verwacht ik niet dat Kirby een hele goede zangstem heeft. Of het moet de bedoeling zijn dat via geluidsgolven als een kukke. Een kracht. Stotende kracht, kinetische kracht. Boom! Alles kapot maakt. We hebben nu 149. En ook het Vergeto Pretpark. Is dan. Weer volstaat. Volgende keer. Nou, gaan we naar de piek. We hebben nog 3 levels te gaan hier. Oh nee, 4 zelfs. Ja, 3 levels gebaseerd op de wereld. En dan krijgen we het laatste level. Oeh.
Dat wordt nog wat. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Verrassingsautomaat in de steeg. Zit er wat leuks in? Ja, misschien. Eens kijken of we daar iets uit kunnen halen. Dedede en Kirby. Oh, deze ziet er gaaf uit. Eeuwige rivalen. De eeuwige rivalen van Planeet Popstar. Zo beschrijft koning Dedede de bijzondere band tussen hem en Kirby. Hij was dan ook van slag toen hij in de nieuwe wereld Kirby niet kon vinden. Toen ze elkaar eindelijk ontmoetten, veranderde Dedede van een vriendelijke rivaal in een verschrikkelijke. Oké. Ja. Maar goed, ik was al eventjes mee bezig. Ik bedank jullie voor het kijken. Als jullie het leuk vinden, laat dan een like achter hier onder de video. En zo niet, laat dan een dislike achter. Ik waardeer ook al wat feedback, zodat ik mijn video's in de toekomst kan verbeteren. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei!